Ik ben nerveus, dat weet iedereen. Gewoon een aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen. En ik niet met jou en jij niet met mij. Iedereen weet dat ik een kankertypus aan de justitie heb. Stichting Themis, daar ben ik mee bezig om de belangen van de gedetineerden te behartigen. Dat blijf ik doen, dat doe ik nog steeds. In heel Portugal kennen ze geen deurwaarder en kennen ze geen incassobureau. Dus ik heb hier een terrein, daar word je gek van. Het enige wat ze hier hebben, dat is nou incassobureau Themis. En dat ben ik zelf. En als je niet betaalt, dan kankertief straal ik je zo het water in. Dat deed ik vroeger ook. Met Tutankhamon. In de haven van Scheveningen. Maar je kan kiezen. Hier het water. Of daar. Maar betalen zal je. Begrijp je? Ekkel. Ja. En ik kan wel netjes blijven. En netjes blijven. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal netjes. Ik scheld ze de tering. Ik draai ook het bureau om. Als ze een bureau trek ik weg. Onder ga ik vlak voor ze staan. En dan breng ik de scheven zo hard als ik kan. Waarom zal die godverdomme niet betalen? Heb het toch gehad? Hij had toch ook geen advocaat? Je had toch ook geen advocaat bij je toen je ging kopen? Nou ook geen advocaat. Centen wil ik zien. Ben jij gek? Maar als jij mij ript, jij pakt 100 kilo coke van mij, die je niet betaalt. En jij wil dat verdonkere manen. Dat ken ik niet aan de politie. Ik geef je 5 minuten, anders ga ik mee. 5 minuten, ben jij nog wat voor de man? Doe je dat niet, hè? Denk je dat je bent? Ik kom terug op mijn manier. En jij gaat betalen, als je het dan maar weet. Imbecil. Ook gehoord dat jullie moeten betalen, dat je anders geen werk meer hebt. En ik stond bekend als Bomme Evie. Laten we zeggen dat ik ze wat bloemen stuurde. Klaprozen, brandnetels. Godverdomme, en dan kom ik op je af. En dan... Of ik sla vlak voor je gezicht. Of ik schop vlak voor je hoofd. Ik pak de tafel op, die trek ik omver. Ja, dat maakt indruk. Ben je dan echt boos op zo'n moment? Ik ben echt boos op dat moment. Maar gecontroleerd. Ik kom in Den Haag op de markt. En daar staat één ventje, die heeft 3 tentjes. En die 3 tentjes, die betalen niet. Wat deed ik met mijn 2 handlangers? We gingen erheen en we draaiden zo de tentje om. Hup! Op de zijkant. Alle bakken vet en alles over de grond. Vis en dan terug. Hé, wat doe je nou? Ik zeg, draai je huis ook om, imbeziel. Betalen. Maar die kon wel betalen en die ging betalen. Die pakte naar zijn achterzak en die tikte af. Ja, ik word echt boos. Ik word echt boos. Als jij niet betaalt, wie geeft jou het recht om niet te betalen? Waarom zou die godverdomme niet betalen? Ik heb alles verkankerd. Het hele huis, alles verkankerd. Zijn meubels, alle schilderijen van de muur, alles kapot getrokken, de hele nacht hard gewerkt. Kom ik in zijn slaapkamer, zie ik een bureautje staan met Oost in de zink. Daar heb ik op de lakens gegooid. Ik heb alles verkankerd. Betalen! En toen ben ik naar huis gegaan. Dat was wraak natuurlijk, hè. Die man die had 35 gulden van me gestolen. Dat was niet veel, maar voor mij was het alles. Maar ik heb nooit bekend in mijn leven, wat er ook gebeurd was. Ik heb nooit gezegd, ja, dat heb ik gedaan, want bekennen is om strafvragen, dat doe je niet. Dus blijf gewoon ontkennen. Maar ja, ze hadden toch vingerafdrukken gevonden en dit en dat en dat. Dus ik was toch gelukkig. Je moet ze toch terugslaan met gelijke munt? Als ik grenzen ga stellen, als mijn klanten weten dat ik grenzen stel, komen ze niet bij me. Dan zeggen ze, kennen we net goed naar een kassenbureau, weet ik van wie gaan. Ja? Met de rare regeltjes en allemaal de wet en dit en dat. Veel vrienden heeft Hoost er niet mee gemaakt, maar dat zal hem een zorg zijn. De Haagse Al Capone leeft als een vorst in Portugal. Je ziet hier waar ik woon. Laat mij met rust. Ik zit hier en ik doe mijn werk voor Stichting Themis. En om dat te financieren, ja, gebeurt er wel eens een incassotje.